leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag gaan we lekker naar een première in Amsterdam, in Tuschinski, naar de film Kappen van Carrie Slee. Net als voetbal gaat vriendschap nooit verloren. Tenminste, dat denk je als je klein bent. Ik ken mijn vrienden al zo lang als ik me kan herinneren. En ik dacht dat het altijd zo zou blijven. Dat niets ons uit elkaar kon drijven. Hey, Hallo, Sander, is Emiel, ja? Jongen uit onze klas. Emiel, Sander. Hi. Hi, Emiel. Gaan we. Gaan we vanavond nog wat doen of niet? Is dit je vriendinnetje? Een meisje uit de klas. Kijk terug. Ga je zaterdag mee naar de film? Ik vind Sander leuk. Hey. Ik ben bestolen. Wat? Door een paar jongens op een scooter. Een meisje uit mijn klas is vandaag overvallen. Weten jullie misschien waar die Emiel was vanmiddag? Ga je niet serieus mijn vrienden verdenken? Ja, zeg het maar, jongen. Emiel was gewoon vandaag de hele dag bij mij. Ja, hallo! Hey, niet tegen me aan, man! Dus kom dan, pak hem! Het staat in de krant. Gisteren was het op het journaal. Sam, ga mee! Verder! Als jij ons aangeeft, dan moet Chris de bak in. Dan had hij niet moeten slaan. Wat ga je doen? Wil jij je beste vriend vragen? Als je dat doet, pakt hij Indra. Kunnen we wel op jou rekenen, Sander? Als je lastig valt, ik ben er voor je. Sander de Jong? Ik was er niet in de buurt. Wat willen ze van je? Mij de schuld geven. Ik snap niet dat je je zo door hem laat meeslepen. Hij liet mij tenminste niet in de kou staan. Nee, hij sleept je gewoon zijn kou in. Ik wist wel dat wij vrienden waren. Ik heb er kei veel zin in. En ik neem jullie vandaag gewoon eens mee. Kijk, een kerstboom. Krijg je gratis van mij. Zullen we eens even kijken wat er gebeurt? Kijk dan. Een vlog in de vlog. Vlog in de vlog. Ik ben binnen en dit is de enige keer dat ik me kan herinneren dat er een rode loper binnen is. Ik denk dat ze dachten, oh, het wordt slecht weer. Kijk, dit is dus de première van Kappen. En dit is de rode loper en het leukste is... Er staan allemaal fotografen! Dat kan niet anders. Maar mooi tweede plaats weet ik nu al dat het kan. Goed, weet ik nu al. Goed. Ik heb nog een vraag. Oké. Okay. En dat gaat niet over de film, het gaat over jou. Oké. Okay. Jij bent natuurlijk... jij hebt net Next Boy Band gedaan. Je bent er helaas uitgegaan. Maar dat betekent niet... Kom dan. Kijk, de schatje lente is er ook. Yay!
kunnen gaan zitten. Gaan zitten? Nu ja. al? Er zit echt nog niemand. Nou, in. Nee, maar dan zit ik hier de hele tijd. Kunnen we wel rommelen. Ja, dat is waar. Maar er zijn echt nog heel veel leuke mensen beneden. Tweede bel is gegaan. Ja, dus? Tweede bel is gegaan. Dit is het resultaat. Dus ze beginnen ook, ja precies. Ze beginnen ook zonder ons. Ja, dat waarschijnlijk wel. We zitten hoor. We moeten eens even kijken. Zijn dit mooie plaatsen of zijn dit mooie plaatsen? Ik zeg dat dit hele mooie plaatsen zijn. Het is al lang geleden dat ik naar een kinderfilm ben geweest. Charlie, wacht. Charlie, wat is de allerlaatste kinderfilm die jij hebt gezien? Timbuktu. Op video. Gaat hij dat zeggen? Ik ben Pim Wessels en ik mag van jullie, of ik mag aan jullie vandaag de achtste alweer, de achtste Carrie's Levenfilm in presenteren. Ben ik heel blij mee, ik vind het heel tof dat ik dat mag doen. Ik ben even benieuwd. Ik wil graag handen zien. Wie van jullie heeft er wel eens een film van Carrie's Leven gezien? Kijk, zo mag het hoor. Dat zijn er ook behoorlijk wat. En wie van jullie heeft wel eens een boek van Carrie's Leven gelezen? Nou, ook praktisch de hele zaal. Heel goed. Namens Dutch Filmworks, Shooting Star Film Company en KRO-NCRV, van harte welkom.